En toen vond ik jou. Geschreven door Dutch for You. Ik loop door het dorp. De winkels gaan bijna dicht. Kerstavond. Iedereen is op pad voor de laatste cadeautjes en lekkernijen. Ik zelf loop al met een grote tas van de bakker, gevuld met chocolaatjes en een lekkere kerststol. Mijn plan is om nog even naar het cadeauwinkeltje op de hoek te gaan. Dat moet ik net redden. We vieren vanavond kerst met mijn familie, bij mijn ouders thuis. Mijn zussen met aanhang en kids, mijn broer, mijn opa's en oma's, ooms en tantes, en nichten en neven met de nodige aanhang. Nou, dat wordt wat. Toch vind ik het leuk dat dagen zoals kerst ons als familie weer samenbrengt. Diep in gedachten loop ik door en neem het lijstje in mijn hoofd nog eens door waar ik naar zoek. Een sjaal voor oma, geurkaarsjes voor mama en misschien een paar leuke sokken voor opa. Het winkeltje is volledig in kerstsfeer. Last Christmas hoor ik uit de speakers komen terwijl het personeel rondloopt met leuke kerstmutsjes op. Alles wat ik had willen hebben heb ik gevonden. Ik reken af en loop weer naar buiten. Tijd om naar huis te gaan. Gelukkig, denk ik in mezelf. Deze tassen worden nu wel erg zwaar. Ik had het met een vriendin over kerstwensen gehad, iets waar ik heel erg in geloof. We hadden allebei een wens gedaan bij het laatste onderdeel van het versieren van de kerstboom, de piek. Wat ik heb gewenst kan ik natuurlijk niet verklappen, maar ooit zal deze uitkomen. Ondertussen loop ik al ruim zes minuten en bedenk me dat ik gewoon oortjes bij me heb. Dus ik stop met wandelen, zet de tassen neer en pak mijn telefoon en oortjes om muziek aan te zetten. Totdat ik ineens iets hoor. Het klinkt als gejammer. Niet van een kind, van een dier. Ik schrik er een beetje van, maar het klinkt alsof het dier hulp nodig heeft, dus ik kijk om me heen. Maar ik zie niks. Ik maak een sussend geluid en kijk in de struiken en onder de heg. Niks. Dan wordt het gejammer harder. En hoor ik waar het vandaan komt. Daar beneden, langs het water. Ik laat me langzaam naar beneden glijden en de ronde bruine ogen kijken me aan. Een puppy. Nee, hoe kom jij hier nou terecht? zeg ik met mijn dierenstem, die veel hoger en pieperiger klinkt als mijn normale stem. Ik rijk mijn hand uit en de puppy likt over mijn vinger. Je bent niet bang, dat is goed. Ik zie dat zijn pootje raar ligt. Ik til hem heel voorzichtig op. Hij piept en heigt, maar stribbelt niet tegen. Kom, ik breng je naar de dierenarts. Met Freddy in mijn armen, ja, ik had hem gelijk al een naam gegeven, belde ik de dierenarts, die ons meteen kwam halen en Freddy gelukkig meteen kon onderzoeken. Ik zit al een tijdje in de wachtkamer wanneer de dierenarts de gang op komt lopen. Waar heb je hem gevonden? Ik leg uit dat hij bij het watertje lag onderaan het pad. Er worden tegenwoordig meer pups gevonden. Hij is nog ontzettend jong, zei de arts. We hebben hem medicijnen en zijn eerste prikje gegeven en zijn pootje zit in het gips. Wil je naar Freddy toe? Ik loop snel achter haar aan. En daar zit hij. Als hij me ziet, kwispelt het staartje hard heen en weer en kijkt me aan met zijn bruine ronde ogen. "Hey Freddy, liever toch. Wat moet ik nu doen?" vraag ik aan de dierenarts. "We kunnen hem naar het asiel brengen en hopen dat hij snel een nieuw mandje krijgt. Of jij moet Freddy willen houden." Ik kijk haar aan en mijn gedachten slaan op hol. Mijn kerstwens. Een soulmate, een beste vriend. Ik kijk Freddy aan en hij probeert naar me toe te lopen met zijn pootje in het gips. Ja, Freddy, ik zal voor je zorgen. Ik app in de familiegroeps-app dat ik niet alleen zal komen en dat ik het nog wel uitleg. Freddy wordt door de hele familie hartelijk ontvangen. Sorry, Jul, nou hebben we niet eens een kerstcadeau voor Freddy, zegt mijn moeder. Niet wetend dat mijn allergrootste kerstwens al lang is uitgekomen.